Twee trainers vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn sinds vrijdag 3 april gestart met instructiebijeenkomsten voor colporteurs die vanaf eind april de oproepingskaarten moeten bezorgen. De colporteurs moeten er zorg voor dragen dat de oproepingskaarten zoveel als mogelijk aan de kiezer wordt afgegeven. De aftrap van de colporteurstraining werd gegeven in Saramacca en duurt tot en met 14 april. De districten Nikeri, Koroni en Saramacca zijn afgerond en zondag waren de colporteurs van de districtie Palivini aan de beurt, zegt trainer Shalini Kedu. De trainingen zijn afgelopen vrijdag van start gegaan en die zullen blijven tot... We zijn aan het trainen tot 13 april aanstaande. Zo, tot nu toe hebben wij de districten Saramacca, Koroni en Nikeri al afgerond. Vandaag zijn we bezig met districtie Palivini om de colporteurs te trainen. En dan gaan we hierna verder met de overige districten die nog resten. Aan de trainees is meegegeven dat het belangrijk is dat de burger een identiteit of ander legitimatiebewijs, zoals een geldig rijbewijs of paspoort, overlegt om de oproepingskaart in ontvangst te kunnen nemen. Vermeldenswaard is dat thans 3 verschillende types van ID-kaarten in omloop zijn. Dat zijn de oude ID-kaarten, die staan bekend als de laminaat ID-kaarten, de PVC en de e-ID-kaarten. Kedu geeft aan dat elk van deze 3 types bij de afgifte van de oproepingskaarten overlegd kunnen worden door de burger. We hebben gezien, als een kiezer zich meldt, moeten deze dan legitimatiebewijzen overleggen. En wat zou een kiezer kunnen overleggen? Deze zou dan een ID-kaart kunnen overleggen, een geldig paspoort of een geldig rijbewijs. En zoals u bekend zijn er op dit moment 3 verschillende formaten van ID-kaarten in omloop. Mocht u één van deze 3 tegenkomen bij het verrichten van uw werkzaamheden en u heeft zich ervan kunnen overtuigen dat het van die burger is die voor u staat, dan mag u de oproepingskaart verstrekken. Het colportageteam bestaat uit een distributieteam onderverdeeld in een hoofdcontroleur, controleur, de colporteur en 2 getuigen. De colporteur en 2 getuigen trekken het veld in om huis aan huis de oproepingskaarten te bezorgen. De hoofdcontroleur en controleur zetten het werk uit en controleren op gezette momenten als de oproepingskaarten conform de bestellerlijst zijn uitgereikt of niet. Stel als er een situatie is waar er is aangekruist bij eerste ronde overleden, tweede ronde verhuisd en de hoofdcontroleur die gaat zo'n controle doen. Dan gaat hij als eerste de controleur aanspreken van hoe kan dit, dit kan niet. Je kan niet 2 zo verschillende redenen van elkaar aangekruist hebben aan de achterzijdes van de soesjes. Maar wat ook belangrijk is, wat meegenomen moet worden, de hoofdcontroleurs, zij moeten erop toezien als de controleurs vanuit het veld aangeven dat er problemen zijn, issues wat ze ondervinden bij het verrichten van hun werkzaamheden, omdat zij degene zijn die dit onder... Zij moeten natuurlijk trachten om dit op te lossen. Waar het niet lukt, moeten zij dit onder aandacht van de DC's brengen. Van kijkt u, dit speelt, hoe zouden we dit kunnen oplossen? En de colporteurs die geven dit natuurlijk in eerste instantie aan de controleurs. Dus neemt u dat alsjeblieft mee als u iets heeft, als er problemen zijn in het veld, u ondervindt iets, neemt u contact met degene aan wie u verantwoording schuldig bent. En zij geven u natuurlijk dan nadere instructies hoe te handelen. En in situatie waar u denkt van ik weet nu even niet hoe om te gaan hiermee, neemt u contact op met uw meerdere om afstemming te plegen alsjeblieft.
Nou, de hoofdcontroleur, dat hadden we al gezegd, wat deze doet. Hele distributieteam is verantwoordelijk voor het correct administreren van de bestelde en onbestelde oproepingskaarten. Bestelde en onbestelde oproepingskaarten zijn niks anders, dames en heren, dan de afgegeven en de niet afgegeven oproepingskaarten. Iedere dag wordt er een overzicht opgemaakt van alle bestelde en niet bestelde oproepingskaarten en dit wordt gemaild naar het Algemeen Secretariaat van Verkiezingen. Op dagbasis wordt per resort, per district en landelijk bijgehouden wat de productie is geweest voor betreffende dag. En de verkiezingsorganisatie die is natuurlijk ook verantwoordingsschuldig aan andere organen. Er is een constante communicatielijn tussen het onafhankelijk kiesbureau en de verkiezingsorganisatie. Dus er wordt constant ook informatie uitgewisseld. Op basis van informatie wat u aanlevert met betrekking tot uw werkzaamheden, kan ook worden bepaald of er langer moet worden gewerkt, of er een behoefte is aan een tweede of derde colportageronde. Dat is allemaal afhankelijk van wat u steeds, de hoofdcontroleurs, doorgeeft aan de verkiezingsorganisatie. Bij de distributie wordt beoogd om reeds bij de eerste ronde alle burgers te bereiken, maar rekening houden dat niet alle oproepingskaarten bij de eerste ronde besteld kunnen worden, zijn de colportagewerkzaamheden verdeeld in 3 rondes. Soms heb je de districten die reeds bij de eerste, maximaal de tweede colportageronde al hebben kunnen distribueren. Indien blijkt dat in een district een derde ronde noodzakelijk is, dan zal dat ook gebeuren. Het aantal rondes van distributie van de oproepingskaarten wordt bepaald door de desbetreffende districtscommissaris in samenspraak met het Algemeen Secretariaat Verkiezingen. Water, één van de beleidsgebieden van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Het afgelopen jaar zijn op dit vlak diverse activiteiten ontplooid. Eén hiervan is de afronding van het project Capacity Building for Integrated Water Resource Management. Dit project is afgesloten met de uitreiking van het comprehensief rapport. Dit verslag zal als leidraad gebruikt worden voor de opzet van het Integraal Waterbeheersysteem, het IWRM in Suriname. De directeur van het ministerie van NH, Dave Abeleven, geeft aan op welke manier er invulling hieraan zal worden gegeven. Voor de uitvoering van het IWRM, dat is dus de Integrated Water Resource Management traject, hebben we een aantal acties ingezet. De eerste is dat we samen met de UNDP een project hebben voorbereid, wat gefinancierd zal worden uit fondsen van de UNDP, met name Global Environment Facility Fund, waarbij we dus in de komende jaren een aantal acties die zijn uitgezet kunnen uitvoeren. Nou, wat houdt het in? Eén, we hebben een assessment gedaan, namelijk een analyse van waar staan we nu. En ook hebben we geïdentificeerd de acties die ondernomen moeten worden om te komen op een punt waar je kan praten over Integrated Water Resource Management. Nou, die prioriteiten hebben we dus dan uitgezet in een plan, een project die we dus nu bezig zijn met de UNDP vorm te geven en inhoud te geven. Suriname is op 24 april 2018 lid geworden van de Global Water Partnership. Met de toetreding tot deze organisatie kan Suriname hulp krijgen om zodoende te komen tot een integraal waterbeheersysteem. Global Water Partnership is een organisatie die wereldwijd, maar ook in de regio, landen ondersteunt om invulling te geven aan het opzetten van hun Integrated Water Resource Management System.
Ze hebben een heleboel ervaring, ze hebben veel expertise. Ze hebben ook veel consultants, mensen dus die ingezet kunnen worden. En daar zijn we dus ook van plan gebruik van te maken. Het ministerie van NH is samen met de stakeholders drukdoende de laatste hand te leggen op de 4 waterwetten van ons land. Directeur Dave Abeleven geeft aan wat de stand van zaken nu is. Nou, de 4 waterwetten waren eigenlijk al in een eerder stadium ingediend bij de Raad van Ministers en ook toen goedgekeurd. Echter bleek dus wel uit het veld dat er toch wel behoefte was om aan een aantal zaken wat was opgenomen in de wetten anders te formuleren, toch wel een beetje anders in te zetten. Na afstemming met de minister en met de Raad van Ministers zelf hebben we toen inderdaad besloten om toch dat traject in te zetten. Wederom met de stakeholders, en dan praat ik, als ik praat over stakeholders, dan praat ik over de SWM. We praten over Waterforum Suriname, we praten over de nodige actoren die actief zijn binnen de watersector in Suriname. We zijn BOG, Ministerie van Volksgezondheid, andere ministeries zoals regionale ontwikkeling, noem maar op, openbare werken. Zijn we toch weer aan tafel gegaan om wederom door de wetten te gaan. En inderdaad is toegebleken dat er op een aantal onderdelen van de wetten wat wijzigingen nodig waren, wat aanpassingen nodig waren. De wetten zijn dus nu wederom ingediend bij de Raad van Ministers, de gewijzigde versie. En op dit moment is het dan ook in behandeling bij de Raad van Ministers. Ik verwacht dat het anytime soon vrij snel goedgekeurd zal worden. Als dat heeft plaatsgevonden, zal het zijn weg verder vervolgen naar de Staatsraad. Als het de Staatsraad is gepasseerd, gaat het dan vervolgens naar de Nationale Assemblee. De goedkeuring van deze 4 waterwetten en het comprehensief rapport zullen een belangrijke basis vormen voor de verdere ontwikkeling van het integraal waterbeheersysteem in Suriname.